De bijdrage van Floor is enorm groot. Nou, het doet heel veel met de mensen. Dat begint eigenlijk al op het moment dat je hier terrein op komt lopen. En daar hoeft Floor of ik dan nog niet eens iets aan te doen. Het feit dat we hier zijn in de stad, maar ook in de natuur. Ja, dan op het moment dat contact komt met Floor, dan geven mensen ook aan van het lijkt wel op het moment dat ik er aanraak, dat ik dan al meer open ben. Dat is heel bijzonder. En het feit dat ik dan de molen nog zie, dat is mijn ouderlijk huis geweest. En ja, dat is dan een soort van kers op de taart. Hè, dat ik hier mag werken en met dat uitzicht. Ja. Het gaat hier heel erg over het voelen, ruiken, horen. En op die manier komen mensen veel sneller in contact met zichzelf. Ja, dan ontdekken we in de bak in samenwerking met Floor dingen waar ze mee zitten of die ze meedragen. Maar wel op een hele zachte en vriendelijke manier. Dat het vanzelfsprekend is dat je je laat coachen en begeleiden. Net zo goed als dat vanzelfsprekend is dat je naar de tandarts gaat of naar de sportschool. En ja, het is gewoon onderhoud, geestelijk onderhoud. Vandaar de naam natuurlijk gecoacht. Omdat ik graag wil dat het een lage drempel heeft. Mensen ook vooral eerder naar een coach, een counselor, een psychiater of een dokter toestappen voor geestelijke problemen of punten waar je tegenaan loopt. Ik heb een hele mooie sessie gehad met Jacqueline en daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Mijn neiging is altijd heel erg, als ik me ongemakkelijk voel, om iets te gaan doen. Dus ik kwam hier in deze bak en ik dacht, oh, ik moet wat met dat paard. Op een gegeven moment kwam Floor dus naast mij staan. Toen dacht ik, oh, nou moet ik wat. En toen dacht ik, ik ga haar borstelen. En toen ik haar dus ging borstelen, toen liep ze weg. Met andere woorden, als jij dus gaat borstelen omdat je vindt dat je eigenlijk wat moet doen, dan laat ik me daar niet voor gebruiken. Want eigenlijk kwam het niet uit je hart. Het is omdat jij wat moest doen. Dus dat leert ze mij, hè Floor? Hoe vaak ben jij in de stal? Nou, elke dag, maar echt voor de verzorging van het paard en een beetje opruimen. En ja, als er cliënten komen, dan hou ik gepaste afstand natuurlijk. Nou, ik heb zelf ook een keer een paardencoach sessie gehad. En je staat er eigenlijk versteld van wat dat paard, hoe dat die reageert op jouw verhaal en van wat jij aan het doen bent. Het is eigenlijk zonde dat mensen het zover laten komen voordat... Voordat ze ermee beginnen, zeg maar, met het coachen. Hè? Ja. Dat mensen gewoon verleerd zijn om de verbinding met zichzelf te maken. Dus ze gaan heel snel naar het hoofd. Ze zijn vaak hier heel erg overprikkeld. Hè? De ogen zijn overprikkeld. Hè? Dus alleen al het sluiten van de ogen is al fijn. En dan te voelen of je dicht bij jezelf kan blijven. Of dat je eigenlijk alweer uitreikt naar je omgeving. Mensen zijn eigenlijk geneigd, hè, door de telefonie en door de computers, om heel erg buiten zichzelf te zijn. En daardoor gaat het lichaam verharden. En raakt vermoeid, raakt op. Sommige cliënten, daar lukt het niet eens dat ze de ogen sluiten. Nee. Als ze dat doen, maken ze die verbinding. En dat kan al zo ver van hun afstaan dat het zo spannend is dat het niet eens lukt om de ogen te sluiten. De verbinding naar binnen te maken, dat moet je weer oefenen. En als daar dan ook nog een paard of een ander mens bij is, is dat natuurlijk al spannend. Maar daarmee kan je natuurlijk spelen met oefeningen om te voelen wanneer wordt iemand nou getriggerd om weer hoog in zijn lijf te gaan. Ja.